Welkom bij Actieleer TV. Hoe komen we tot voldoende, goed toegeruste en tevreden medewerkers in zorg en welzijn? Die vraag is urgenter dan ooit tijdens deze coronacrisis. Voor ons de reden om in een aantal uitzendingen de thema's van het Actieleernetwerk erbij te pakken en aan experts, koplopers en andere betrokkenen te vragen hoe zij kijken naar die thema's en wat we nu in coronatijd al kunnen leren. Die thema's worden steeds ingeleid door onze ambassadeurs en dat betekent dat we steeds met een aantal sprekers in de uitzending gaan praten over dat onderwerp. En dat doen we in deze uitzending over een leven lang ontwikkelen, samen met Mark van der Meer, Suzanne Kruisinga en Tieneke de Visser. Hartelijk welkom, fijn dat jullie tijd hebben gemaakt in deze crisistijd om met elkaar te praten over een leven lang ontwikkelen. We gaan praten over een aantal zaken, de actualiteit, dus corona, verschuiving van taken, drie assen van leren, leren in context van werk en actualiteit, hoe communiceer je over een leven lang ontwikkelen, leren in het najaar van 2020 en daarna, dus hoe ziet de toekomst van leren eruit. En we eindigen met een aantal praktische aanbevelingen, ja, die je eigenlijk vanaf morgen al naar de werkvloer kunt meenemen. Ik ga eerst naar Mark. Mark, hoe zie jij die coronacrisis? Wat zie je gebeuren in de zorg? Ja, we hebben te maken met een ongelooflijke uitdaging. De crisis is veel groter geworden dan we aanvankelijk misschien al vreesden, maar in onze boze gedachten al konden bevroeden. En je ziet op allerlei punten dat er sprake is van crisismanagement natuurlijk. Hè. Dus inspelen op acute situaties, problemen oplossen, elkaar aanmoedigen. Op een gegeven moment krijg je dan de fase van ook volhouden. Op de IC's, maar ook natuurlijk in de zorg op alle terreinen. Nadenken ondertussen, dat zie je nu geleidelijk gebeuren in termen van waar staan we, kunnen we misschien de economie die we hebben stilgelegd weer opstarten, wat dan eerst, wat daarna. En dan ook betekenis geven, hè? Dus herbezinnen wat er gebeurd is en eigenlijk ook hervormen, dus transformeren naar een nieuwe situatie. We kunnen niet meer terug naar de oude situatie, zoveel is duidelijk aan het worden. Maar wat betekent op welke manier het corona-vraagstuk niet alleen in de zorg, maar in de hele samenleving ingrijpt? Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. En daarbij leren we enorm veel. Ja, en soms hebben we dat niet altijd door, maar er gebeurt een heleboel op de werkvloer. En zometeen ga je ons ook aan de hand van een aantal slides meenemen in een aantal fases, in een aantal ontwikkelingen en ook daar wat praktische tips bij. Ik ga eerst nog naar Suzanne. Hoe gaat het bij jullie op de vloer? Ja, nou nu wel weer goed. Ik herken heel erg wat Mark zegt. Wij bevinden ons nu in de fase waarin we ook weer even terugkijken. Na de grootste crisistijd. Wat hebben we daarvan geleerd? Wat hebben we gezien? Hoe zorgen we nou dat we de dingen vasthouden die goed zijn? En hoe maken we daar een nieuwe werkelijkheid van? Dus je ziet bij ons een soort consolidatie-reflectiefase ontstaan. Waarin ook een soort relatieve rust ontstaat om ook even de tijd te nemen. Ja, om ook maximaal te leren van deze crisis, ook als organisatie. Ja, voordat je het weet ga je weer over naar een nieuwe situatie. Maar je zegt ook, blik absoluut met elkaar terug. Wat je eigenlijk met elkaar hebt geleerd in korte tijd. Ook dat is een leven lang ontwikkelen. Ja, zeker. Mooi. Ik ga naar Tieneke, want hoe gaat het bij Aafje in deze tijd? Nou, zoals jullie weten loopt de ouderenzorg wat achteraan aan de ziekenhuiswereld. Dus bij ons zitten we nu wel in de hectiek. En wat je heel erg ziet is dat medewerkers veel behoefte hebben aan instructie, ondersteuning. Als het gaat om doen we ons werk goed. We hebben natuurlijk allemaal wel in een opleiding het een en ander geleerd over isolatie en cohortverpleging. Maar toepassen, is eigenlijk nooit weinig voorgekomen. Dus wat je ziet is dat ze hulp nodig hebben en dat het leren heel snel moet gaan. En heb je daar een voorbeeld van, hoe snel dat gaat en hoe je het wel ook met elkaar formeel maakt? Ja, eigenlijk zit de snelheid op de dag. Hè? Op het moment dat er klanten in isolatie gaan, dan wordt er van medewerkers een heleboel verwacht. Wat je dan ziet is een stukje angst voor het onbekende. En aan de andere kant een stukje ondersteuningsvraagstuk, maar ook zorgen over thuis en hoe moet dat nou. Dus je komt eigenlijk met heel veel zaken op dat moment, op één dag, in aanraking wat er bij medewerkers leeft en speelt.
Ja, jullie zijn ook koploper met jullie ontwikkelafdeling. Zometeen gaan we daar meer over horen. Want ja, zoals gezegd, de leercurve is behoorlijk steil. Maar we willen ook in de toekomst met elkaar blijven ontwikkelen en leren. En hoe we dat gaan doen, dat gaan we horen. Ook van Mark dus. En jij wilt ons eigenlijk meenemen in een aantal fasen. Welke zijn dat? Ja, weet je, ik heb samen met Annette de Lange, die ook ambassadeur is, hebben we twee bijdragen geschreven. Eigenlijk meteen al over de personeelsinzet die noodzakelijk is. En we hebben gezegd, het is eigenlijk heel nuttig om na te denken over, en dan gaat het over het verspreiden van het virus, hè, niet over het leren, even over het verspreiden van het virus en de personeelsinzet die daarbij nodig is, maar dat is de preventiefase, hè, dus informeren, mensen op de hoogte brengen van de risico's, mensen ook in isolement brengen, dat is in ieder geval één belangrijke fase. En daarin zitten natuurlijk heel veel leervragen, die komen dadelijk op, maar de behandelfase. Mensen die ziek zijn geworden, die gediagnosticeerd zijn, die behandeling nodig hebben, in welke fase van behandeling ze ook zijn. Maar in die behandelfase heb je dus personeelscapaciteit nodig. Nou, dat bleek ook wel met de enorme inzet die gedaan is om de IC-capaciteit te vergroten. Dat was eigenlijk een soort van centraal zorgpunt in het Nederlandse beleid ook. Dat we voldoende mensen op de IC hebben, dat mensen die echt levensgerend moeten worden ook bijgestaan kunnen worden. En daarna krijg je de nazorgfase. Hè, dus mensen die ziek zijn geweest. De hele discussie over het vaccin en over hun besmettingsgraad. Hè, dus begeleiding daarvan, ze verder helpen. Maar ook natuurlijk betekenis geven. Mensen zullen overlijden. Andere mensen zullen op een andere manier hun leven. Dus bepaalde medische behandelingen zijn nu ook niet zijn uitgesteld. Hè, dus je krijgt dus alleen al door het corona-vraagstuk. Preventie, behandel en nazorgfase, een indeling. En die heeft te maken met van, goh, hoe zet de zorg op dit moment zijn personeel in? En daarbij wordt geleerd. En als we kijken dan naar, heel vaak. Naar die personeelsinzet, ook eventjes weer naar de praktijk. Suzanne, wat merken jullie daarvan? Nou ja, kijk, de coronacrisis heeft ons ook een aantal hele mooie dingen bijgebracht. En een van de dingen die wij zagen is dat in die snelle opschalingsfase we echt overschakelden van competenties en opleidingsniveau naar rollen en naar talenten. En er werd heel erg gestuurd op talentmanagement. Niet alleen in de zorg, maar bijvoorbeeld ook bij communicatie. Hè. We hebben veel gewerkt met filmpjes, met korte instructies. Nou goed, dan gingen er oproepen richting de organisatie, wie in zijn vrije tijd ook veel filmpjes maakt. Nou, en die was opeens medewerker communicatie geworden. Je ziet dat we heel veel weer teruggegeven hebben aan de afdelingen en aan de teams. Hè, om zelf te bepalen van hoe willen jullie de kwaliteit borgen? Wat moet er voor bijgeschoold worden? Op welke manier willen jullie bijscholen? En daar ook heel flexibel in waren. Hè. Zo hebben wij in 2 dagen tijd onze IC verdrievoudigd, inclusief de benodigde inzet van verpleegkundigen. En wat dus heel veel door scholing is gebeurd, waarbij je een weerwar aan instrumenten zag ontstaan die ingezet konden worden om mensen te scholen. Dus ja, dat zijn een aantal elementen die ik gezien heb in mijn organisatie. En ook waarvan ik zeg, nou laten we dat proberen vast te houden. En volgens mij zit er ook een geleerde les in. Dus dat je die personeelsinzet, maar dus ook het ontwikkelen van dat personeel. Als je dat eigenaarschap heel erg bij de medewerkers legt. Dat er ook een enorme drive ontstaat om beter te worden in de zaken waar jij op bevraagd wordt. Nou, absoluut. Dat ben ik helemaal met je eens. Plus het feit dat er ook eigenaarschap ontstaat om instrumenten voor het leren, maar ook voor de feedback zelf te ontwikkelen. Nou ja, en die instrumenten die werken volgens mij gewoon het allerbeste. Dus dat klopt. Mooi. En nog even kort naar Tineke voordat we teruggaan naar de slides. Tineke, wat merken jullie als het gaat om die personeelsinzet en hoe je dat met elkaar doet? Ja, dat verschilt bij ons wel per locatie. We hebben veel locaties. We hebben ook locaties waar we nog coronavrij zijn. Dus dat betekent dat daar eigenlijk de gewone processen doorgaan. En we hebben locaties waar fors in cohort verpleegd wordt. En wat je daar ziet bij het personeel, ja, dat is inderdaad wat ze het allerbelangrijkste weer vinden, is gehoord en gezien worden. En dat je heel goed luistert wat ze nodig hebben. En dat zit niet alleen in scholing, maar dat zit op alle elementen. En wat wij wel veel hebben gedaan nu is heel veel gebruik gemaakt van die zorgvrijwilligers.
om hun de hand- en spandiensten op die afdeling te laten doen, zodat de zorg, de verzorgende en de verpleegkundigen zich echt bezig konden houden met wat het toedeed bij hele zieke mensen. Mooi, dus eigenlijk ook als het gaat om die inzet, wat je ook wel terug hoort vanuit de zorg, maak ook die vrijwillige functies wel formeel, zodat je het systeem wel houdbaar houdt en dat mensen niet op tenen lopen omdat ze alle taken willen doen en er heel veel wegvalt. Dat klopt, ja. Dus we hebben het op die manier opgebouwd en zodat er ook nog genoeg aandacht blijft voor onze cliënten die geen corona hebben. Want die zijn ook ontbeerd van bezoek van familie. En die zorgvrijwilligers, dat zijn ook mooie mensen die gewoon de leuke gesprekken voeren. Want we moeten ons niet alleen concentreren op de coronacliënten, maar we hebben er nog veel meer, zeg maar. En we moeten ook ons blijven concentreren op ontwikkelen. Want het leren dan, hoe komt dat in die fase? We gaan weer terug naar de presentatie, Mark. Vertel, in welke fase zitten we? Als het gaat over de corona, gaat het nog steeds over preventie, behandelen en nazorg. En die nazorgfase zal steeds groter worden. En dat plaatje wat ernaast staat, vind ik wel interessant. En dat hoor je ook aan Tineke en Susanne. Die vertellen dus over hulpvragen die bij het personeel zich voordoen, hè. Goh, hoe moeten we dit nou oplossen, gegeven de urgentie? Misschien wel nieuwe taken, mensen zijn anders ingedeeld. Er is herprioritering geweest van de personeelsinzet. En dus het leren is aan de ene kant individueel en niet intentioneel, maar moet je dus collectief maken. En want dan kun je er pas lessen uittrekken en intentioneel maken. En je moet erop reflecteren. Dus daarover gaat dat leerproces in de organisatie. Ik denk dat we de volgende slide erbij kunnen pakken. Dan zie je dat eigenlijk in elke fase zie je dat er sprake is van schaalvraagstuk. Hè? Dus hoeveel mensen. En daarmee ook en adem je met die personeelsinzet. Dus dat mooie voorbeeld van Tineke zojuist. Goh, vrijwilligers in de verzorgende sector, logisch. Hè? Dus de grenzen van het vitale beroep die gaan oprekken. Bijna zeker. Dus opschalen en ademen, dat is één punt. Hè, de voldoende mensen hebben. En er wordt dus ook op dit moment een tweede punt een beroep gedaan op andere groepen. Hè, dus mensen die al gediplomeerd zijn, die verpleegkundig opgeleid zijn of arts zijn en die niet in het vak werkzaam zijn, die gaan herintreden. Interessant, er is een hele campagne georganiseerd waar inmiddels meer dan 20.000 mensen zich hebben aangemeld. Meer handen aan de zorg en dan blijken ook heel veel mensen met internationale beroepspapieren eigenlijk in de zorg te willen werken. Dus ik noem maar Turkse of Oostenrijkse of Amerikaanse verpleegkundigen of artsen. En dan is de vraag, gelden die diploma's? Hoe kunnen we die snel inzetten? Het kan altijd met de lange armconstructie van begeleid werken, onder toezicht werken. Nou, en je ziet ook het beroepsonderwijs natuurlijk een enorme impuls krijgen door deze discussie. Daar gaan we het straks misschien nog wat verder over hebben. Maar het is een belangrijk punt van leren, hoe werkt dat nou? En hoe krijgt de verbinding tussen onderwijs en werkveld nu eigenlijk vorm? Nou, een derde punt is de digitalisering. Het is het verzuim natuurlijk. Eerst even dat. Hè. Je ziet dat verpleegkundig personeel kan ook ziek worden zelf. Dus de ziektecijfers die lopen een beetje toe. Dan heb je dus een extra vraag van hadden we beter moeten beschermen. Je ziet ook al dat die bescherming een enorme punt van aandacht is in de hele werkwijze. Nou, daar zijn enorm veel lessen over te trekken, over hoe dat precies werkt. Wat vind jij een belangrijke les in dat verzuim? Nou ja, weet je, het ziekteverzuim is bijna altijd hoog. Maar je ziet het nu stijgen. Volgens mij is een van de dingen, en dat is niet alleen in de zorg, maar in algemene zin, is uitputting en herstel. Ook in de wereld van het onderwijs waar ik zelf in werk, hebben we tegen elkaar laatst gezegd van potverdorie, het vergt heel wat deze periode. Hè? Digitale werken en de enorme inspanning en dan heb je recovery time nodig. En dus een van de dingen is, kun je dus de arbeidsinzet die zo ontzettend hoog is opgelopen, kun je die nou zo als het ware zelfregulerend maken, dat mensen niet ziek worden. Hè? Ja. Dus fit blijven. Hoe doen jullie dat, Tineke? Wat bij ons wel heel erg belangrijk is, en dat draagt onze raad van bestuur ook uit, neem je rustmomenten. Dus dat betekent ook dat je in het begin van zo'n fase ziet dat het hele management paraat staat, dag en nacht. Hè. Maar dat is een mooi voorbeeld, bijvoorbeeld bij de Pasen, de vrijdag voor de Pasen,
dat het raad van bestuur zei van we hebben alleen maar contact met elkaar op het moment dat het echt niet anders kan. Want wij willen dat jullie nu 3 dagen rust nemen. En dan zie je dat het heel erg helpt om dinsdag weer met alle energie aan de slag te gaan. Dus je moet ook voor elkaar goed zorgen in deze fase. Want je blijft maar rennen, wat Mark ook zegt, en je blijft maar doorgaan. En er moet gewoon af en toe iemand zijn die zegt, nu even stop, ho. Ja. En dat helpt je. En als het gaat over het thema van deze uitzending, leven lang ontwikkelen, Suzanne, is het dan ook zo dat als je even pas op de plaats zit, dat je ook beter kunt reflecteren op die ontwikkeling, op de geleerde lessen? Ja, zeker. Nou hebben wij in onze organisatie wel geprobeerd om die reflectie eigenlijk ook elke dag te laten plaatsvinden. Omdat fysieke belasting is 1 reden voor verzuim en uitputting. Maar in de coronacrisis speelde natuurlijk ook de mentale belasting en de angst en de spanning die daaromheen hing. En wij hebben juist ook in de preventiefase daar heel veel aandacht aan besteed. En toch na elke dienst met een psycholoog, een maatschappelijk werker of soms een psychiater, een beetje afhankelijk van wie er beschikbaar was, een reflectie gedaan en een debriefing gedaan. En je merkt dat mensen dan vitaler naar huis gaan, dat die thuis beter uitrusten, het werk ook even op het werk kunnen laten. Mochten ze dat niet kunnen, dan hadden we nog een aangepast programma voor de mensen. Dus zo probeer je ook heel erg om juist in het verzuim preventief bezig te zijn. En je zegt ook al, ja, die reflectie is belangrijk. En ik hoorde jou nog zeggen, Mark, intentioneel leren. Misschien is het goed om dat nog even toe te lichten, ook in dit kader. Hoe je kijkt naar dat leren waar je bewust van moet zijn. Ja, dat is goed, daar wil ik wel op ingaan. Ik noem gewoon heel eventjes de 4e en 5e vorm nog even. Hè, dus digitalisering en we gaan op een andere manier met elkaar samenwerken. En dan kunnen we misschien naar die volgende slide, want daarin staan die assen van leren. Ja, en dat helpt misschien om de discussie even nog een wat hoger punt van abstractie te brengen, maar ook goed samen te vatten. Ook in het verlengde van wat Suzanne zegt. Hè. Dus we leren heel vaak onbewust. Hè. Dat is altijd zo, je leert continu. En zeker in deze fase van problemen oplossen, her- en doorstarten, herbezinnen, hervormen. In al die fasen leer je dus eigenlijk informeel en niet intentioneel. Maar intentioneel leren is dat je met elkaar inderdaad reflecteert. En dus daarom heb ik ook 3 assen hier weergegeven. En het is een heel belangrijk inzicht dat je niet tweedimensionaal denkt, maar juist driedimensionaal. Dus ook reflecteert op wat er is gebeurd. En daarmee als het ware het geheugen activeert. En ik vind zelf de redenering die we echt gestart zijn ontzettend waardevol. Dat je op die manier kunt ook zeggen dat je met elkaar betekenis geeft. Met elkaar terugkijkt van hey, hoe hebben we dit aangepakt? Wat is hier gelukt? Wat hadden we hier misschien nog anders in kunnen aanpakken? Maar wat wisten we nog niet? Wat hebben we geleerd? Dat je op die manier als het ware mensen ook betrokken verantwoordelijk maakt. Eigenlijk hun interventiemogelijkheden beter gaat spiegelen. En daarmee echt in staat bent om de vitaliteit te vergroten en daarmee ook uitval te reduceren. Want dat is de redenering. Hè? Ik kan me zo voorstellen dat ook wel leidinggevende en ook professionals die kijken wel merken van ja, we hebben behoorlijk weinig tijd zo op de dag. We moeten veel doen. We hebben wel wat overdrachten, check-in, check-outs digitaal. Kun je dit heel in korte loops met elkaar bespreken, die assen? Kijk, daarom teken ik het ook als as. En dus die tijdsdimensie is heel belangrijk. Het gaat over het denken, het doen. Hè. Het denken is het creatief vermogen. Los ik een bepaald probleem op dat moment op? Het doen is handelen. Het productieve vermogen. Maar het reflexieve vermogen, dat is juist iets wat steeds moet terugkeren. En dat heeft zowel een korte loop. Als je dat woord wilt gebruiken, wat jij net introduceerde, wat ik plezierig vind om Marijke. Een korte loop, dus op het eind van de dag de les te trekken. Maar eigenlijk moet je ook documenteren over de tijd. Hè, dus als je, eigenlijk wil je toe naar een situatie dat je met je personeel de hulpvragen, waar Tineke toen straks over had, als het ware gaat systematiseren, gaat ordenen en op die manier ook gaat vertalen in een betere werkwijze. En dan komt zeg maar productief en creatief en reflexief vermogen bij elkaar. En dat doe je natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dat doe je over een wat langere periode.
Ik wilde inderdaad eventjes ook schakelen naar Tineke, want jullie zijn ook koploper met jullie ontwikkelafdeling. Wat herken jij uit dit verhaal van de assen en hoe breng je die theorie dan in de praktijk bij jullie, ook in deze tijd? Nou, het is heel herkenbaar wat Mark zegt, hè? Want de ontwikkelde afdeling, dat zijn drie afdelingen bij ons waar het gaat om mensen die ooit een diploma hebben gehaald. Dus de kennis hebben ze wel, alleen het mist hun aan de praktijkskills en hun competenties. En wat inderdaad daar belangrijk is, dat ik altijd begin met reflectie. Mensen gaan 2 weken in de wenweken, gaan ze meelopen en kijken en vooral dan al die reflectie vastpakken. Wat zie je nou zo op een dag? Wat moet jij leren? Welke leervragen komen hieruit voort? En dat zijn eigenlijk dat zijn de vragen waar wij mee aan de slag gaan. Want wij willen heel graag dat die medewerker zelf benoemt. Wat heb ik nou nodig om straks als een volwaardig verpleegkundige figuur aan de slag te gaan? Heb je een voorbeeld daarvan? Ja, als ik het beroep van helpende pakt bijvoorbeeld, dan zie je in de ouderenzorg, dat is altijd een sprekend voorbeeld, dat er heel veel gebruikt wordt van tilliften. En dat is natuurlijk eigenlijk best wel een hele spannende competentie, want ouderen hangen in een hele afhankelijke situatie in zo'n tillift. Nou, dat luistert heel nauw, zitten alle banden goed, staat de tillift goed. En dan zie je dat we als voorbeeld hebben dat ze dat bijna altijd als leervraag naar voren brengen. Dat staat altijd op nummer 1, want dat is het spannendste wat ze eigenlijk moeten gaan doen. En daaruit hebben ze heel veel verschillende leervragen. Mag ik meekijken, mag ik oefenen, wil je me feedback geven, et cetera. En dan creëer je ook een veilige setting, ook in crisistijd, om op veilig en op je eigen tempo ook te leren. Want het is ook maatwerk, denk ik. De ene doet dat heel snel, de ander heeft er wat meer tijd voor nodig. Kun je stellen dat ook die ontwikkelafdelingen en op deze manier leren ook in coronatijd kan? Jazeker, want het is individueel leren binnen de context. En dat heeft te maken met die persoonlijke behoeftes. Maar het is niet alleen competentie leren in de praktijk, maar sommige mensen moeten qua beroepshouding of attitude ook wat handiger zich bewegen op een afdeling. Maar dat kan altijd, want wij hebben ook alle zorgvrijwilligers waar het wat ontbrak aan praktische skills. Die zijn allemaal via de ontwikkelafdeling, hebben zij de basiszorg meegekregen en zijn daarna doorgestroomd de organisatie in. Dus zo'n afdeling staat eigenlijk klaar om in elke situatie het leren vast te pakken. Suzanne, hoe krijgen die assen van leren en ontwikkelen bij jullie vorm heel praktisch? Nou, eigenlijk wat ik zo net ook al verteld heb. Wij hebben zeker in de coronacrisis ontzettend veel tijd besteed aan reflectie. Dat doen we nog steeds. En het mooie is, en dat hoorde ik Mark ook zeggen, wat we gedaan hebben is die reflecties die aan het eind van elke dienst plaatsvonden, gebundeld en op basis van de lessons learned direct nieuw beleid geïmplementeerd. En wel de volgende dag. Zo. Dus als medewerkers aangaven van, goh, ik heb hoofdpijn aan het eind van de dienst en het kwam een aantal keren terug. Hè, hoe komt dat? Oké, ze hebben te weinig gedronken. De diensten moeten korter. We moeten isotone vloeistoffen gaan aanbieden. Dus je merkte heel snel dat we heel, heel kort op die bal zaten om ook lerend vermogen uit die teamreflecties te halen. En het mooie is dat omdat mensen merkten dat reflecteren zin heeft, in het zin hè, dat het mentaal ook rustiger werd, maar dat er ook gelijk wat mee gedaan werd. Mensen stonden eigenlijk te popelen, want er werden gebeld. Oh, we zijn klaar hoor, we willen graag reflecteren. En dan zeiden we, oh, maar we zitten nog in het crisisbeleidsteam, we komen eraan. Maar dus je ziet dat dan, weet je, er een soort drijf ontstaat waarbij men ook ziet dat je reflectie nodig hebt om met z'n allen ook stappen verder te komen. Ja. Hoe voorkom je, of nou laat ik een positiever zeggen, hoe zorg je ervoor dat die sessies constructief en positief blijven? Want ik kan me ook voorstellen, en ik heb zelf ook in de zorg gewerkt, dat als je dan een teamoverleg had en dan kwam er gauw op tafel wat er niet goed ging, of de analyse, hoe hou je dat enerverend? Dit vraag je mij? Ja. Ja? Ja, want zoals wij het gedaan hebben, wij hebben ze wel goed begeleid. He, natuurlijk is er altijd een soort gedeelte wat wij noemen even stoom afblazen. Ja. En daarna moet het constructief zijn. Dus toch een soort structuur maken,
zorgen dat de vraagstelling goed is. Zorgen ook dat elke keer die bal weer teruggespeeld wordt. Hè? Van ja, maar hoe ga jij er dan mee om? En als dit niet werkt, wat zou dan wel werken? Om dat zoveel mogelijk toch te begeleiden. Mooi. Als je dan nog kijkt naar het ontwikkelen, Mark. Want wij zitten nog druk in de assen van leren en ontwikkelen. Wat is de volgende stap waar je ons in mee wilt nemen? Nou ja, weet je, even nog reageren op wat Suzanne zegt. Hè. Dit maakt het leren natuurlijk leuk. Hè, dus dat is, mensen worden hier ook blij van. Ik bedoel, je hebt een zware dag gehad, maar je wordt gehoord. Je wordt volledig serieus genomen. Iedereen kan zijn verhaal doen. En bovendien weet je ook dat wat jouw zorg is, hè, de hulpvraag, waar iedereen mee zit. Hè, en er zijn allerlei ethische dilemma's die zich voordoen. Hoe pak je dingen nu aan? Je weet dat die vragen ook door anderen gedeeld worden. En ook door degene die leidinggevend of organisatieverantwoordelijkheid hebben, dat die dus zeg maar opgepakt worden en weer meegenomen worden. En dat stimuleert natuurlijk. Op die manier ben je als het ware co-creërend, samenwerkend, creatief aan het werk. Ja. En dat motiveert en neemt je een last van je schouders weg aan de ene kant. En aan de andere kant heb je het gevoel van ja, volgende keer kan ik. Je voelt ook dat je tot op zekere hoogte de ruimte hebt om de dingen die je doet te doen of misschien een kleine fout te maken, te corrigeren, elkaar te helpen. Dus dat bevordert heel erg de cultuur. Nou, wat me opvalt inderdaad is die positieve cultuur dan. Er wordt ook wel eens gezegd, of er werd wel gezegd in mijn oude werk, van ja, als de koffieautomaat kon praten, dan had je behoorlijk wat indrukwekkende notulen. Maar eigenlijk verplaats je dat moment van stoom afblazen en leren naar een formeel moment waar iedereen zich echt ook serieus genomen voelt. Ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld. Ja, kijk, wat ik toen net zei, je moet het wel documenteren. Hè? En je moet het, en waar we ook over nadenken natuurlijk nu allemaal. Hè, ik werk in het onderwijs, eigenlijk de hele tijd is de vraag van potverdorie. Deze situatie waar we ons in bevinden, wat betekent dat eigenlijk voor het onderwijs? Hè? Dus hoe moeten we mensen nu. En want je ziet gewoon dat door de enorme druk op het werk, de ongelooflijk ingewikkelde problematiek, het aanpassingsvermogen in die leeromgeving van de authentieke leeromgeving van de school of van het ziekenhuis als school of van de zorginstelling als school, het meeste kunt leren. Het is niet, hè, dus het leidt tot een reflectie over hoe je eigenlijk moet opleiden en kunt groeien in functies. Tineke, en daar ging het volgende plaatje over. Tineke, als ik jou nog mag vragen, nog even over dat de oude stijl van leren en nieuwe stijl van leren. Want we zien het ook als het gaat om big training en andere zaken. Hoe richten jullie dat modern in en wat gun je ook de rest van de wereld? Wat ik de rest van de wereld gun is dat men meer vorm gaat geven aan het 70-20-10 gedachte. Hè? Want we hebben een doelberoep. Dus belangrijk is dat je enorm veel leert in de praktijk. En wij hebben dat ook vormgegeven. Wij gaan echt uit van 70% van alle competenties die mensen nodig hebben om hun werk goed te doen, die organiseren we aan het bed, rond het bed of op de afdeling. 20% is dat reflectie, hè? Dus leren van elkaar vanuit reflectie. En nog maar 10% in de klas. En dan zie je dat theorieonderwijs enorm gaat afnemen, maar wat je vooral ziet is dat het leerenthousiasme gaat toenemen, want het is herkenbaar. Ze kunnen het gebruiken vandaag en morgen kunnen ze het gebruiken. En dat is zoals we onze organisatie hebben ingericht, en dat doen wij met de functie van een leercoach. En een leercoach is een verpleegkundige die dicht bij het team werkt en die eigenlijk met de medewerkers, de teamleden aan de slag gaat. Wat hebben jullie voor opdracht? Wat heb je te leren en wat heb je daarvoor nodig? Mooi. En Suzanne, jullie kijken ook naar het leerrendement. Niet zozeer wat we aan de voorkant aan toetsen willen hebben, maar welke kwaliteit zoeken we. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, nou, het gaat me vooral om dat we meer gebruik maken van rollen en van talenten. Kijk, niet iedereen heeft dezelfde competenties en niet iedereen heeft hetzelfde karakter. En wat ik zo mooi vond in de coronacrisis was dat er heel erg werd gekeken, oké, waar zijn de mensen goed in? Waar kunnen we mensen het beste inzetten? En dat betekende dat één wat meer in de frontlinie ging staan, dat de andere op een andere afdeling tijdelijk ging staan, dat de andere zei, nou weet je, ik vind de digitalisering van zorg heel erg leuk, ik wil daar nu even wat meer van doen. Maar dat je ook dat probleem, want we hadden natuurlijk, weet je, we moeten wel met z'n allen die zorg leveren.
Maar dat je dat ook bij het team laat. Hè? Zo van, oké, hoe lossen we dat dan op? En hoe gaan we dan met elkaar om? Dus ik zou het heel erg mooi vinden als we in het onderwijs echt kunnen afstappen van die niveaus en van de diploma's en van de competenties. Maar veel meer kunnen kijken, ook in het kader van de arbeidsmarktkrapte die eraan komt. Hoe kunnen we veel meer op basis van rollen en competenties mensen maximaal inzetten, zodat mensen ook gewoon echt met compassie hun werk blijven doen. Mooi. Mark, je hebt aan mij een lastige presentator, want ik hop steeds naar de praktijk en ik ben ontzettend benieuwd hoe men dat dan weer invult. Maar we gaan naar de theorie, want het zijn kennissessies en we zijn ontzettend blij dat je dat voor ons op een rijtje hebt gezet. Waar zitten we in die kennissessie? Nou ja, weet je, de wisselwerking is er ook heel goed met Suzanne opnieuw, want en met Tineke zojuist. Kijk, competenties. Amartya Sen is Nobelprijswinnaar, heeft het over capabilities. Hè? Dus het vermogen van mensen om iets te realiseren. En dat sluit heel erg aan ook bij hun intrinsieke motivatie, maar ook bij die, precies op die assen uitgedrukt, hè? Een productieve bijdrage, een oplossingsvermogen en een reflexieve vermogen. Dat reflexieve vermogen maakt die andere twee sterker. En dat maakt uiteindelijk mensen, en dat is het volgende plaatje, denk ik, goed in de taken die ze moeten doen. Hè? Dus je wordt goed in een bepaald werk. Hè? Dus dat is professionalisering, ergens goed in worden. Dat je die hulpvragen, die heb je in je zak. Nee, je kunt zelfs anticiperen, je weet wat er gebeurt. Je bent bekwaam om nieuwe problemen op te lossen. En op een gegeven moment kun je dan ook je verder doorprofessionaliseren en een loopbaanstap maken naar een andere functie. Maar goed, dat is voor later, dat is voor de PC-verpleegkundige, de post-corona-verpleegkundige. Voor de Marga Bulten van deze wereld. Tenminste, allemaal mensen in de zorgen terechtkwamen. Wel interessant. Maar Marijke, er wordt natuurlijk een heel groot onderwerp nog eventjes aangeraakt. En ik werk ook in het beroepsonderwijs en daar wil ik wel graag iets over zeggen. Kunnen we nou, als het ware, afstand nemen van alle relatief dicht geregelde en curricula, kwalificatiestructuur, schema's die er zijn. En kunnen we inderdaad naar zo'n capabilities benadering toe gaan? En hoe moet je dat dan doen? Nou ja, weet je, dat is eigenlijk een nieuwe uitzending. Hè, maar we kunnen misschien een klein voorschot nemen. Je kunt niet zomaar eventjes alles wat er was wegdoen. Maar daar is het te belangrijk en te goed voor en ook veel te groot voor, te kwantitatief omvangrijk voor. En we hebben natuurlijk ook al de afgelopen jaren richting al die beroepsprofielen juist een heel gesprek gehad en met elkaar van alles ingericht. Bedoel je dat dit zou moeten vervangen of ernaast komt? Waar zou je naartoe willen werken? Kijk, je moet ontwikkelingsgericht werken. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En kijk, je hebt natuurlijk een systeem van mbo-opleiding, je hebt een systeem van hbo-opleiding. En het systeem van mbo-opleiding zit er zo'n 150.000 studenten in. Dus dat is zo groot en dat moet zich als het ware stapje voor stapje ontwikkelen. En die coronacrisis nu en de nieuwe werkpraktijken bieden een enorme goede impuls om daarop op te reflecteren. Dat is echt een kans. En je ziet dat die studenten die maken een bepaald programma door, maar dat de echte vernieuwingen die komen niet uit het programma zelf, die komen altijd van buiten. Hè. Dus bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg heb je de doorlopende leerlijn gekregen. Hebben ze misschien ook wel 10 jaar over gedaan, dat is nogal lang. Maar dan heb je nu MBO 3, MBO 4 en dan de stap HBO 5, HBO 6 als een soort van doorlopende leerlijn. Nou, het zou best kunnen zijn dat de ervaringen bij Tineke en Suzanne op de werkvloer de aanleiding toegeven. Mensen in de gehandicaptenzorg specifieke type van zorg, maar dat die mensen zoveel ervaring opdoen dat ze relatief snel hun talenten leren kennen, hun capabilities kunnen ontwikkelen, productief zijn, reflexief zijn, creatief zijn en op die manier de stap maken naar een hoger niveau en dat we dat ook zouden kunnen honoreren. Dat ze dus een nieuwe rolopvatting hebben om op, zeg maar goed te worden in hun loopbaan. Er zitten al twee vrouwen druk te knikken, dus ik denk dat ze daar absoluut iets bij willen aanvullen. Suzanne, mag ik jou het woord geven? Nou, weet je, ik ga in op het voorstel van Mark om er een keer een aparte sessie aan te wijden. Omdat zo makkelijk geef ik mezelf niet gewonnen. Kijk, ik denk, als ik even wat scherpte terug mag zeggen, waar wij heel goed in zijn, is om te zeggen dat dingen heel moeilijk zijn en dat het lang duurt. En dat hebben we natuurlijk in de zorg ook gezien. Hè? Als je kijkt naar die hele ontwikkeling van digitale zorg, hoeveel weerstand de afgelopen maanden, jaren wij niet gemerkt hebben bij medewerkers, bij medisch specialisten, bij zorgverzekeraars. Nou, weet je, en we hebben in 6 weken tijd
onze hele polykliniek gedigitaliseerd. Dus weet je, ik ben het wel met eens. Laten we corona zien. Echt als paradigma shift op vele vlakken. Op het vlak van gezondheid. Maar nou, ik zou toch ook Mark willen uitdagen om op het vlak van onderwijs daar eens over te brainstormen. Mooi zo. Ik ga nog eventjes naar Tineke. Want inmiddels ook de vraag. Ja, wat leert deze crisis ons? Wat wil jij meenemen als het gaat om dat ontwikkelen? Ook naar de toekomst toe. Ja, wat Suzanne zegt, kan ik heel erg onderschrijven. Ook voor ons, ook voor die VVT-sector. En het klopt, ineens moesten onze studenten van de ene op de andere dag digitaal onderwijs volgen. Nou, als je dat had gedaan in een niet-coronatijd, had dat inderdaad heel veel gedoe opgeleverd. En nu zie je dat nou, iedereen kampt met dezelfde situatie en dan ineens zit iedereen keurig achter zijn laptop onderwijs te volgen. Dus ja, weet je, zo mooi wat er gebeurt en ik hoop dat we dat ook vast kunnen houden en dat we ons niet laten verleiden dat als de corona weer wat aan ons voorbij gaat, dat we weer teruggrijpen naar het oude. Alsjeblieft, pak het nieuwe vast en ga op een andere manier het onderwijs vormgeven. Mooi. Als we nog kijken naar voorbeelden uit de praktijk, misschien uit een andere sector, Mark. Ik heb begrepen dat ASML altijd een mooi voorbeeld is. Nou ja, weet je, ik heb 10 jaar geleden wel een artikel over ASML geschreven. Dus hoe je in een crisis, als je even niks te doen hebt, en dat was toen met ASML, dus het leidende ICT-bedrijf in Nederland natuurlijk, het chipfabrikant uit Veldhoven, eigenlijk van de crisis ook gebruik maakte. Dus hadden toen A, B, C processen, A is essentiële processen, B ondersteunende processen en C waren de bankzitters. En daar is natuurlijk in de zorg nu geen sprake van, maar in andere sectoren wel. En ja, die kunnen ook hun reflecteren op hun eigen werkproces. En dat hebben ze toen bij ASML voorbeeldig gedaan. En eigenlijk daarmee hun reflexieve capaciteit en daarmee hun creatieve en productieve vermogen sterk versterkt. En weet je, dat voorbeeld. Er is natuurlijk geen verschil van mening. Tenminste, ik heb het niet echt gezien in dit gesprek over het beroepsonderwijs, hoe belangrijk het is en ook dat het zich moet veranderen. En de vraag is, hoe maak je de volgende stappen daarin? Nou, neem de digitalisering, hè. Als ik dat punt nog een keer neem, dat speelt natuurlijk niet alleen in de zorg, dat speelt ook in het onderwijs. Neem leerkrachten. Hè, die hebben inderdaad in 3 dagen hebben ze gedaan waar ze anders 3 jaar over deden. Dus een enorme, enorme stap vooruit. Maar het roept meteen ook de vragen op van, oké, kan iedereen meekomen? Welke pedagogiek dan? Welke didactiek dan? Moeten we zelf leren programmeren? Nee, dat hoeft dan niet. Maar toch, hoe zetten we dan eigenlijk dat onderwijs in? Je ziet altijd dat sommige studenten snel kunnen. Hè? Dus die kunnen ook gemakkelijk leren. Die zijn zelf gemotiveerd. Anderen blijven achter. Dat is een enorm vraagstuk van hoe doe je dat dan? Je moet in dit geval over het onderwijs en dus ook over het beroepsonderwijs in de zorg heel goed nadenken over, oké, hoe begeleid je studenten dan in die nieuwe rollen om hun capabilities, om hun talenten maximaal tot ontwikkeling te brengen? Tineke, jij herkent dat? Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, wat wij natuurlijk ook wel zien is dat we mensen in opleiding hebben van oudere leeftijd. En daar zie je natuurlijk een groot verschil. Hè? De jongeren die schakelen, die doen. Maar je ziet wel bij mensen van tussen de 40 en de 55, die we ook echt in de opleiding hebben, ja, dat die mensen inderdaad veel begeleiding nodig hebben om in dat digitale onderwijs hun weg te vinden. Ja. Want die vinden het nog heel prettig om iemand voor de klas te hebben en dat ze aantekeningen kunnen maken en weer door. Dus ja, je zal per doelgroep moeten kijken, wat hebben zij nodig om optimaal onderwijs te kunnen volgen. En ook de verwachtingen te bespreken, toch? Want ik heb begrepen dat bij jullie de intake ook heel belangrijk is. Nee, dat klopt. Want iedereen heeft een andere leerbehoefte. En als je niet goed stilstaat bij die leerbehoefte, dan doe je eigenlijk het verkeerde. Dus breng goed in kaart wat men wil leren, wat men nodig heeft, welke skills men al in het verleden heeft ontwikkeld. En daarop aansluitend, dan zie je dat het leren gaat optimaliseren. En dat is wat in het beroepsonderwijs, denk ik, na deze coronacrisis ook een ruimte moet krijgen. Want iedereen krijgt hetzelfde, maar iedereen is niet hetzelfde. Nee. Suzanne, wat merken jullie daarvan? Dank. En hoe verleid je ook mensen die al lang bij jullie werken om te blijven ontwikkelen? Kijk, weet je, wat ik eigenlijk zie is dat
de mens van nature hoef je niet te verleiden om te blijven ontwikkelen. Maar wat wij heel vaak doen in de systemen waar we ze inzetten, in de instituten, is dat we dat doodslaan. Of omdat het nou net iets is wat wij niet willen dat ze leren, of dat we iets willen dat ze leren wat ze eigenlijk niet zo leuk vinden. Dus ik vind de vraag, hè, we hebben het ook altijd, we kijken altijd de leervraag in het kader van duurzame inzetbaarheid. Vanuit werkgevers of maatschappelijk perspectief. En ik zou het heel mooi vinden om hem weer eens even te bekijken vanuit de medewerker zelf. En hoe kunnen we nou, weet je, net zoals een kind eigenlijk altijd wil leren, maar niet in de schoolbanken stilzitten. Hè, het ene kind wel, maar heel veel kinderen niet. Hoe kunnen we nou weer gewoon dat lerend vermogen wat in mensen zit, hoe kunnen we dat nou vasthouden? En hoe kunnen we dat nou, dat vuurtje nou aanwakkeren en voeden en zoveel mogelijk begeleiden? En hoe, ja, de vraag stellen is me ook natuurlijk beantwoorden. Hoe doen jullie dat in de praktijk? Nou, wij doen dat ook nog niet voldoende. Maar wat we wel steeds meer doen, is dat we echt kijken, goh, wat beweegt mensen nou? En wat willen mensen nou leren? En daar heb je natuurlijk dat reflecterend vermogen wel weer voor nodig. Van, goh, als ik kijk naar mijn werkzaamheden, dan zie ik deze ontwikkelingen. En nou, ik zou me graag daar verder willen ontwikkelen. Dus meer individuele variatie laten bestaan tussen wat mensen mogen leren en kunnen leren in plaats van ja, one size fits all trainingen aan te bieden voor iedereen. Dat persoonsvormende, Mark, dat vind jij ook belangrijk om te onderstrepen. Hè? Ook als je kijkt naar de coronacrisis, wat voor vaardigheden personeel nodig had, dan zit dat veel meer op dat menselijke dan op de theorie. Ja, weet je, het coronacrisis legt gewoon heel veel dilemma's van handelen voor. Hè? Dus hoe pak je het probleem aan? Het gaat ook over volgens de mensen op de IC op een niet eerder gesignaleerd ziektebeeld. Maar in algemene zin, en dat is ook die slide van kijk, mensen ergens goed in worden. Hè? Dus dat is een intrinsieke motivatie om gewoon een goede professional te zijn, een voorbeeldig professional te zijn. Dat is één. En het leerproces wat daarbij komt kijken is ook natuurlijk, hoe organiseer je dat dan in de organisatie? Dus wat Tineke en Suzanne proberen vorm te geven. Nou oké, hoe organiseer je dat in de regio als er tekorten zijn of als mensen herplaatst moeten worden? En het is natuurlijk ook een landelijke opgave. Nou ja, hier achter jouw scherm staat Actie Leernetwerk. Marijke, zodat we, hè, dat we dat als het ware proberen te organiseren en daar de belangrijkste lessen uit te trekken. Maar waar ik ook op doelde is een beetje dat zowel vanuit het mbo als hbo als verder, dat persoonsvormende, dat we daar veel meer aandacht nog voor mogen hebben. Ook ja. Om mensen te houden, dat die in die zin interesse in de mens en de mens die dat werk uitvoert, dat die nog wat groter mag worden. Ja, weet je, die kant van de medaille heeft de laatste jaren veel minder ruimte gekregen. En langzaam is daar een herwaardering plaats te vinden. Zeker niet alleen de kwalificatie, maar ook de maatschappelijke betekenis, de socialisatie en de persoonsvorming. Hè. De persoonlijke ontwikkeling in al zijn gradaties, ik noem het maar, bijdrage leveren, creatief en ook reflecteren. Als je dat gewoon goed in beweging kunt zetten, als je die beweging gewoon goed kunt maken, ja, dan win je. En zeker ook gezien de enorme verscheidenheid natuurlijk. Hè, de sociaal-culturele verscheidenheid van onze studenten. Die enorm is. De sociaal-culturele verscheidenheid van de cliëntelen die enorm is. Die dus ook bepaalde, een sterk zeg maar, dialogisch en interpersoonlijk repertoire veronderstelt. Een vocabulaire waarin mensen elkaar begrijpen en betekenis kunnen geven. Zeker in de wereld van Tineke, waar het gaat over ook toelichten, uitleggen, betekenis geven. Interpreteren van hey, wat is hier gaande, wat is er nog mogelijk, waar zit je potentieel. Dus dat is zeker een aspect dat in dat nieuwe zorgcurriculum, maar wel in samenhang, de ruimte moet krijgen in het burgerschapsonderwijs. En ook natuurlijk de vraag roept dat meteen op hoe de digitalisering juist dat punt kan ondersteunen. Mooi. Onze 45 minuten zitten er alweer op. Dat gaat ontzettend snel. Ik zou nog heel veel vragen willen stellen, maar ik eindig met een final thought. Mark, je hebt een hotline met een heleboel professionals die nu kijken. Wat moeten ze absoluut onthouden over een leven lang ontwikkelen? Nou ja, weet je, leven lang ontwikkelen is echt wel leuk. Dat heb je vandaag gezien. Hè? Maar je moet het wel goed organiseren. En de afterthought voor mij is altijd dat een lerend en zich vernieuwend systeem een beetje experimenteerruimte veronderstelt. En nou, laten we zeggen dat corona een enorm experiment is. Ja. Een maatschappelijke uitdaging van de grootste orde. Maar daarnaast ook, en dat leren Tineke en Suzanne ons ook vandaag, systematische terugkoppeling.
Dat is heel belangrijk. Je moet die reflectie moet je organiseren, dan kun je echt leren. Nou ja, met voldoende vertrouwen, bewust vertrouwen, krijg je vakmensen en krijg je een uitstekende gezondheidszorg. Mooi. Tineke? Ja, nou, ik denk dat ik daar kort in kan zijn, maar het gaat vooral om, als beroepsbeoefenaar, vertel ons nou wat je nodig hebt. Hè? En aan ons de taak om dat te gaan organiseren voor je. Dat is denk ik de allerbelangrijkste les. Laat je horen hoe jij graag wil leren, wat je wil leren en wat je daarbij nodig hebt. Helder. Suzanne, mag ik jou nog vragen voor een final thought? Nou, er is al heel veel gezegd, maar wat ik er nog aan toe zou willen voegen is, weet je, dat levenslang leren en je daar ook voor openstellen randvoorwaardelijk is om een heel leven lang passievol je werk te blijven doen. Mooi. En dat is volgens mij uiteindelijk het doel. Nou, die passie die kwam er in drievoud heel goed uit. Dus heel veel dank voor jullie bijdrage, voor jullie inzichten en praktische tips. Dank aan jou voor het kijken naar deze uitzending. Je kunt de uitzendingen terugvinden op YouTube, op de account van het Actieleernetwerk. En natuurlijk ook op onze website. En daar vind je ook alle thema's, alle ambassadeurs, koplopers, mooie voorbeelden. Dus een heleboel lessen te leren. Ik zou zeggen, blijf gezond in deze tijd, blijf geïnformeerd en blijf leren. Dank je wel.